Goedenavond, het is zaterdag en ik ben een beetje vergeten te vloggen. Maar daar heb ik natuurlijk een hele goede reden voor, want ik ben afgelopen week bevallen van onze prachtige, fantastisch lieve dochter Elin. En nou, als je hem op Instagram volgt, dan heb je dat al kunnen zien. Dus ik ga er nu ook niet een hele lange vlog van maken, dat komt uiteraard op bevalverhaal. Maar ik dacht, ik ga nog wel even, het is nu zaterdagavond. Maar ik dacht, ik ga nog wel even kijken of ik misschien morgen nog een klein stukje kan filmen. Het gaat goed met ons. Ik heb helaas wel een knip gehad, dus dat betekent dat ik vooral heel veel moet liggen. Maar buiten dat en de usual dingen die gewoon horen bij een pasgeboren baby, gaat gewoon heel goed. Ze doet het super, ze eet als een bootwerker en ze is bijna op haar geboortegewicht, nog 30 gram, maar ze komt ongeveer 100 gram aan per dag en normaal gesproken is 15 à 30 prima, dus dat gaat goed. Ze was sowieso al flink zwaar, ze was 38,80, dus zwaarder dan Niels. Maar goed, ik ga jullie morgen gewoon nog even een beetje meenemen, maar ik dacht ineens... Het is al zaterdag en ik heb nog niks op camera staan. Het is ook een beetje donker hier, maar dat is een beetje de sfeer op dit moment. Gewoon rustig. En ik laat jullie morgen een glimp van haar zien. En ik zal even iets meer kletsen. Tot morgen. Goedemorgen, het is zondag. Ze zijn de kinderwagen aan het bouwen. En jij, Niels? Papa! Kleine meid ligt weer lekker te slapen. En ik heb vandaag voor het eerst een soort van een beetje make-up op. Want we mogen zo naar buiten. Want ze is op haar geboortegewicht, vraag ik er al overheen. Ze woog bij geboorte al veel. 3880 gram. En dat is zwaarder dan Niels, want die woog 3840 gram. En ze zakte wel even flink wat naar beneden, maar daarna kwam ze elke dag 100 gram aan. Dus breekt de persoonlijke records. En nu is ze dus eroverheen, dus we mogen naar buiten. Dus vandaar dat ik even de kinderwagen heb klaargezet, daar staat hij. Ik zal hem zo even laten zien. En ik zal haar ook even laten zien. Niels is vandaag even bij mijn ouders, of tenminste vanmiddag. Het was de laatste dag dat Sven er ook bij was met de kraamzorg. Morgen is de kraamzorg nog een dag, maar dan is Sven aan het werk. Want die neemt dan juist daarna vrij. Dus ik vond het wel fijn als we dat eventjes gewoon rustig konden, de belangrijkste dingen nog konden doornemen en zo. Normaal lig ik nu ook even te slapen. Want normaal slaap ik tijdens Niels' slaapje, probeer ik ook wat te slapen als zij ook slaapt. Nu ben ik dus wakker gebleven vanwege de kraamzorg, alhoewel ik denk dat ik misschien toch zo even ga liggen. Want ze drinkt heel veel, dus ze is wel vermoeiend. Ze drinkt echt, vandaar dat ze ook zo goed aankomt. Dan mogen we straks voor het eerst met haar naar buiten, dus dat is heel leuk. Kan natuurlijk niet ver, want ik kan niet zoveel. En Niels heeft nu ook een beetje zo'n dag dat ze zei ook van meestal rond de zevende dag hebben die kids... Ook zo'n dag dat ze het gewoon even allemaal niet meer zo leuk vinden. Al die verschillende mensen over de vloer. De kraamzorg, verloskundige. Iedere keer komt er weer iemand anders. En kraamvisite en dat soort dingen. Dus dat zie je eigenlijk bij alle kinderen. Zie je dat. En dat merkt hij ook aan Niels vandaag. Dus het is goed dat hij even gewoon lekker bij opa en oma is. Dan gaan we gewoon morgen nog één dagje kraamzorg. En dan gaan we het zelf doen. Maar ze doet het fantastisch. Ik zal het even laten zien. En dit is de kinderwagen. Ik heb al opgemaakt met een lakentje en een hydrofiel. En ik heb zo'n doekie aangeschaft. Die we dan natuurlijk uiteraard niet zo hangen, maar zo. En hij heeft hier ook van die luchtgaten. Volgens mij kan je dit ook nog verder openmaken. Dus ja, dit is onze kinderwagen. Dus we gaan straks weer uit. We hebben nu zo'n ding eraan. Ik denk dat ik het er zo even afhalen, want Niels gaat er toch goed mee. Maar dat zo'n kit zit, daar kan hij op zitten.
vindt hij helemaal leuk, nu al. Ik ben net als voedingsjurkjes aan het passen, maar deze is niet echt geschikt voor mijn buikborst, want het staat nu al open. Of naar de volgende. Ik heb net al een paar gehad hoor. Maar en verder was het leuk geweest, maar ja. En deze, wacht, ik zal het licht aan doen. Deze, die is van New Look volgens mij. Nursing, dus kun je knoopjes open doen. Deze is wel leuk. Ik heb nu, natuurlijk nu nog best wel een buik. Maar dat zullen wij natuurlijk gaandeweg. Als het goed is. Ik deed trouwens een bestelling bij ASOS en eentje bij H&M. Maar deze dus. En hier heb ik een huispakje, zeg maar. Maar ja, dan moet je natuurlijk nu nog even mijn buikje bij wegdenken. Maar ik kan het verder niet heel goed uitzien. Maar het is, deze is wel heel leuk. Ja. Yeah. En dan deze is van H&M. Voedingsjurkje. Ik zal hem nog even in zijn geheel laten zien. Deze van H&M, voedingsjurkje. Vind ik wel heel leuk. Dat is de lengte. En die had ik dus ook in het kaki groen besteld. Die ik eigenlijk ook heel leuk vind. Maar om een van de reden. Dit is hem. Om een van de reden had ik hem, heb ik hem in een S besteld. Op het zakje staat S, op het kaart staat S, maar het bonnetje is M. En het jurkje is ook een M. Dus daar moet ik even over. En dan de laatste die ik denk ook wel hou, is deze. Dit jurkje, die vind ik heel leuk. Overslagje. Oh, sorry. Zag je niet. Die is ook van haar, hè? En dan is het tijd om te gaan borstvoeden. Tenminste, ik heb net één borst gedaan. En nu ga ik de ander doen. Rugbyhouding. Voor wie borstvoed kent, dit. Maar ze heeft natuurlijk honger. Dus dan is ze een beetje verdrietig. Maar ze moet ondertussen verschoond worden. En dan gaan we voor het eerst naar buiten. Ja. Nou, wij zijn voor de eerste keer naar buiten geweest. En het ging goed. Ze lag heerlijk. En ik liep heerlijk tot de laatste paar minuten. We zijn echt een heel klein stukje gaan lopen. Maar toch is dat dan vrij ver. Hier is een hele mooie tekening gemaakt voor de kraamzorg. Want die is morgen al voor het laatst. Wat? Wat hoor ik nou? Weet ik niet, wat hoor je? Ik hoor het bos. Oh. En een mooie bos bloemen. En gaat zij er weer vandoor morgen. Maar ik heb morgen nog de hele dag met haar, dus dat is wel fijn. Voor de laatste dingetjes. En dan helpt ze nog even met de dingen in het huishouden en zo. Dus dat is wel heel ideaal. En we gaan nu, vanuit hebben nu afgesproken wat we, nu is hij nog kapot. Wat we vanavond gaan proberen, wat we eigenlijk al steeds doen, is Eden is van het clustervoeden. Dus die gaat overdag eet ze gewoon normaal en dan gaat ze 's avonds bunkeren en dan 's nachts slaapt ze heel goed. Dat is op zich heel fijn, maar dat maakt wel dat we 's avonds iedere keer een beetje aan het worstelen zijn met, dan wil ze niet gaan slapen, zeg maar. Dat komt dat je voeding dan van mindere kwaliteit is, wat wateriger is. Ze zei van, je kan ook gewoon lekker de... Ja, ik kan jou helpen, lieverd. Maar wat ze zei is, als ze dan, dan krijgen we gewoon niet weggelegd. Ze van heel veel krampjes en dat komt dus omdat je voeding al slechter kwaliteit is. Dus wat ze zei is, van, je kan ook gewoon lekker je nestelen met haar en dan huid op huid. En dan, dan gaat ze dan gewoon even niet slapen. En dan weet je dat ze s'avonds gaat ze dan toch wel lekker. Of dan slaapt ze wel een beetje bij jou en dat is prima. Gaan vanavond lekker proberen kalkonnen met de kleine, maar het is wel 80 graden. Dus hier binnen nu 17,5 graden zijn een record van wat hier normaal binnen is. En we proberen al heel erg te luchten en zo, maar het is gewoon zo warm. Maar dat gaan we vanavond proberen. En dit is een ontzettend aan het schieten met een... En dat was het denk ik ook voor deze vlog. Het is een beetje een gekke, warrige vlog. Maar ik dacht, ik kom even twee tellen hallo zeggen. En, en dan is het volgend weekend misschien weer een wat normalere vlog. En dan hebben jullie in ieder geval iets gezien. Binnenkort ga ik natuurlijk ook uitgebreid aan jullie voorstellen en zo. Dus dat komt op een woensdag online. En de vlog is natuurlijk altijd op zondag. Mocht je de vlogs leuk hebben gevonden, vooral dat ik echt ver over de 41 weken zwanger ging, doe dan even een duimpje omhoog. Ook als je medelijden met me had. En ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Dankjewel voor het kijken. Doeg!